Op vrijdag 23 juni nam Evelien Huizinga na 14 jaar afscheid als voorzitter van de oude raad van de Prinses Margrietschool. Vrijwilliger zijn was voor mij altijd iets dat doe je gewoon. Daar dacht ik niet over na. En ik vind dat inderdaad heel erg belangrijk. Vrijwilliger op school, vrijwilliger gewoon in een buurtcentrum. Maakt niet uit als je het maar doet voor een ander en je verwacht er niks voor terug. Leerkrachten doen heel veel en kunnen heel veel, maar kunnen ook niet alles. En het zijn toch de ouders en de mensen in de ouderraad en de vrijwilligers die dan net even dat extra aan toe kunnen voegen, waardoor het ook echt helemaal leuk wordt op school. 1, 2, 'Ontzettend leuk om zo gewaardeerd te worden. En zoals ik al net al zei in mijn toespraak, ik doe het uit je hart, je doet het voor een ander. Ik vind het leuk om te doen en ik kon al mijn creativiteit kwijt. En het was voor mij gewoon, je doet het vanzelfsprekend dat je dat doet. En het was heel erg leuk. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Ik kan een boek schrijven, ga ik misschien ook nog wel doen. Na zoveel jaar. Dus ja, ik vind het extra leuk dat het zo op deze manier is afgesloten. Vrijwilligerswerk is ongelooflijk belangrijk. En Evelien heeft dat jarenlang, heel veel jaren voor de school gedaan. Oud papieractie, afvalinzameling, verschillende activiteiten. Daar ook wat geld mee bij elkaar kunnen sparen voor de school om weer activiteiten te betalen. Dus ja, dat werk van vrijwilligers, dat geeft net even dat extra aan de school, waardoor het ook echt voor iedereen leuk wordt.